Ja, ik ben wel blij dat ik echt mijn passie heb gevonden in iets wat ik het allervetste vind om te doen. Begin 2017, net een week voor de King of the Air, zeg maar, het belangrijkste wedstrijd van het jaar. Ja, brak ik een week van tevoren mijn enkel. Toen, ja, stap voor stap ben ik hersteld. En iedere keer in mijn herstelperiode heb ik iedere keer kleine doelen voor mezelf gesteld. Weet je wel, misschien waren de eerste dat ik mijn voet weer kon bewegen. En dan was ik helemaal stoked, weet je wel. Mijn hele dag was gewoon goed. Ja, daar kan je gewoon zoveel motivatie uithalen. En dat heb ik eigenlijk ook weer gedaan. Ik zie het eigenlijk iedere keer als een soort spelletje bijna. Hoe kan ik hier zo snel mogelijk en zo blij mogelijk doorheen komen? Ja, toen ik 12 jaar oud was, was eigenlijk mijn eerste doel om ooit een keer naar Hawaii te gaan en daar te gaan kitesurfen. Toen was mijn volgende doel om wereldkampioen te worden. En daar heb ik alles voor gedaan en uiteindelijk in 2009 werd ik wereldkampioen. Mijn doel nu op korte termijn is om King of the Air te worden, 2018. Als je het doel voor ogen houdt en je blijft doorgaan, dan kan je het gewoon halen. Dat geloof ik echt. Maar je moet er echt 100% voor gaan. Niet 99, want dan ga je het niet halen.